Het enige wat die boom mist is een snor. Serieus, dat is het enigste wat hij mist. Hij heeft een snor nodig. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Paper Mario. Mag wel ik dit door elkaar heen heb. Ja. Paper Mario in de 1000 jaar door. Ik ben er weer, Trainer Stevie, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij naar de Boggly Woods gegaan. Hebben we de Great Deco Tree gevonden en gezien dat daar een gigantische deur in zit. En zijn we erachter gekomen dus dat we op zoek moeten gaan naar Madame Flurry. Ook zijn er nog eens een keertje 3 mafketels die op ons, naar ons aan het zoek zijn. En oh boy, deze stem gaan jullie leuk vinden. Ah, those woods are the most wonderful in all the world. Yes indeed. Building a house here was just the finest idea I ever did have. Oh my yes. This place is so different from the bright flesh bulbs of the world I'm used to. Such peace, this negative image of the real world suits my body and soul. But what's even better is that I, Madame Flurry, grow ever more lively here. Plus those squishy adorable little punies that live in the tree are so nice to me. But I suppose if I stay here too long, I begin to craft hustle and bustle before long. Oh my, it's happening even as I speak. Already I feel the need for drama. Hell. That moment of exhilaration when the spotlight shines down on the stage. On me. Surely I was born to be an actress for the ages. It's settled then. I shall rise again. But before I make my stage comeback, I simply must whip my body and mind into shape. I'll just have to put on some makeup and my beauty even more beautiful. Wait a moment. No! It's gone! Gone, I tell you! My... Ja, je wat? In ieder geval, deze stem, die heb ik gekozen voor een reden. Er zijn sommige... het is een stereotype wat heel vaak gebruikt wordt in... actrices en mensen die er, of ja, spoken figuren die er zo uitzien. If we head straight in this direction, we'll see Flurry's place in no time. Maar ja, er is ook eigenlijk gewoon een andere acteur, die komt van Independence Day, die heeft ook zo'n stemmetje, dus ja. Hij heeft een beetje zo'n zware rokerstem in verband met zo'n actrice. Die, nou ja, dat is een beetje stereotype, maar jullie zullen er wel achter komen waarom dat ik die stem heb gegeven als jullie de karakter zullen zien. Maar goed, we moeten daar dus naartoe en die zit in de problemen en wij moeten gaan helpen. Goh, wat een verrassing. In ieder geval, eerst steentje neerhalen. Ik zei steentje neerhalen. Dankjewel. En we zien nog gelijk een nieuwe vijand. Oeps, wat wil ik gewoon... Oeh. Maar onze inventory zit vol, dus dat gaat dwars door ons heen. Toch bedankt. Dankjewel. We kunnen heel eventjes alvast een normal jump doen, waarom ook niet. En dan kunnen we heel eventjes de voorste even neerhalen. Want ja, nieuwe vijand, daar moeten we toch heel eventjes bij tellen. En ik vergat de stylus te doen. In ieder geval, dat was eigenlijk best wel een interessante aanval, of item die we daar zagen. Dat was Magic Powder. Dat ervoor zorgt dat volgens mij de vijanden kleiner worden of geconfused worden. In ieder geval, we willen heel eventjes een Goombella tevoorschijn halen. En oh, ben ik blij dat we nu een HP up krijgen. Nou ja, misschien. Als ik het goed doe. Als ik het goed time. Zo. Deze beesten heten de Dark Puff. Max HP is 3, aanval is 2 en defense is 0. Ze kunnen chargen en als ze dan chargen, dan kun je niet op ze springen, want dan krijg je een schok. En op het moment dat ze gecharged zijn in de volgende beurt, laten ze een aanval achter die alle je partymember en jou zou raken. En dat doet zelfs 3 damage. Dus dat is nogal schokkend. We zullen hem nu... Oh, wacht even. Ah, ik mis hem. Jammer. En we doen maar 1 damage in verband met de damage dodge patch. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Goed, we kunnen gelijk eventjes de partner weer swappen. Daar ben ik heel erg blij om. Ik was ook te laat kunnen doen, maar... ik hou gewoon liever eigenlijk Koops bij, want Koops doet gewoon 3 damage. Nog eventjes over de Dark Puffs. Je kunt ze alleen maar met Koops raken op het moment dat ze over de grond hangen. En als ze in de lucht hangen, ja, dan kun je ze met Koops helaas dus niet raken. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Goed. Dus we hebben een nieuwe vijand gezien. Dat is heel erg handig. En dan zien we hier een warp pipe. Wat leuk. Het grappige is, we kunnen hier helaas nog maar heel weinig mee. Ik bedoel, daarboven daar zien we iets. Maar ja, laten we gewoon een laag vliegtuigje zijn.
Ah, jammer. Ik wil echt bovenop jou landen. Waarom mag dat nou niet? Kom hier. Kom. Nou, geen first try. Oh! Heel toevallig komt hier op het moment bonus aan waar ik het in volgens mij de vorige aflevering over had. We krijgen nu een extra defense boost, waardoor dat we dus nou geen schade zouden nemen. Het enige nadeel is, hij doet een stomme aanval, waardoor dat we dus, er niks aan hebben. Wat nog vervelender is, we kunnen nu helemaal niks doen, aangezien dat, ik kan niet op hem springen. Ik denk dat ik maar mijn FP ga versterken. In ieder geval, ja, we hebben dit al gezien, dus ik zie jullie in de school. Oké, nou, we hebben... ik wil een muntje ook. Geef dat muntje. De muntje is belangrijk voor mij. Maar we willen dus heel eventjes naar achteren kruipen. En dan kunnen we dus zien dat als we hier naartoe lopen, dan komen we hier achter de schermen. Nou zit hier een secret to everybody, een secret badge om precies te zijn. En ja, we krijgen een karakter die dus heel erg makkelijk secrets laat zien. Maar ja, ik wist toevallig dat hij er zat en daarvoor heb ik zoiets van, ik laat hem gewoon zien. We hebben power down defense up voor de partner. Daardoor gaat de defense van de partner omhoog met 1, maar zal de aanval dus eentje omlaag gaan. Nogmaals, partners krijgen niet zo vaak de damage, tenzij dat je ze naar voren gooit. Dus dat zal wel een hele andere tactiek zijn. Maar power is eigenlijk één ding dat je best wel hoog wil houden. Dus in ieder geval, we hebben de star piece. Gratis en voor niks. Hartstikke leuk dat hij daar zit. En we willen dus nu dat die warpipe hoger is. Dan kunnen we dus nu wat hoger opkomen. En waarschijnlijk het plateautje wel raken. Ook eigenlijk heel grappig om te weten is als we hier gaan staan. En we gebruiken dus niet... Nee. Dank je. Krijgen we dus een gratis Shine Sprite. Goed. Nu willen we een papieren vliegtuigje worden. En ja, op zich is dit wel makkelijk te doen. Ik bedoel... Ik was helemaal onzichtbaar. Deze badge. Really? De Quake Hammer. De Quake Hammer is een geweldige badge. Daar kan ik... Ik druk weer de verkeerde richting in met de C-knop. Eventjes dit weer even sorteren. Dat is altijd even makkelijk. Dan kan de Power Smash die kan uit. Quake Hammer die gebruikt 2 BP. Dus ik denk dat ik de Damage Dodge even uitzet trouwens. Dan kan die wel aanblijven. Quake Hammer is heel erg handig. Raakt alle vijanden met volgens mij 2 damage. En die Kleptos, of hoe dat ze ook heten. Die zullen nog eens een keertje omvallen op het moment dat je de Quake Hammer gebruikt. Dus zeker een handige item om bij je te hebben. Goed. En aangezien dat die badge dacht bij zijn eigen van laten we eens heel erg vervelend zijn. Moeten we weer als papieren vliegtuig hierheen komen. Kunnen we ons record verbreken? Ik vind dat het een nieuw record is. Goed. Oh, nog meer van die gasten. Joepie. Beetje overkill, maakt niet uit. Jee, muntjes. Bijna vergeten dat we muntjes hadden. Niet vergeten weer eventjes de bomen te rammen, want volgens mij... Juist. Ik zat er te denken van, er zit ergens een van die bomen die een starpiece heeft. Look, there in the distance. That's what I was telling you. That's Flurry's place. Ja, heel erg leuk. Dat zien wij ook wel. Hier trouwens een gratis full heal, als je dat nodig zou hebben. Nogmaals. Die full heal die zal niet helpen met... Starpoints. Ik wil wel eventjes mijn items er heel even bij pakken. Want ja, we krijgen nou hier dadelijk... Ik wou die niet aan Mario geven. Ik wou die eigenlijk aan Koops geven. Maar sorry Koops. Het ziet er naar uit dat je geen HP extra krijgt. Hierachter zit namelijk een Voltshroom. En die wil ik zeker bij me hebben. Ik bedoel, Voltshrooms zijn awesome. Dan gaan we heel eventjes hier naartoe. En dan komen we dus bij... Flurries. Zo... Natuurlijk bij Madame Flurry's huis. Oh, ik begin het stemmetje alvast een beetje vast te houden. Daar ben ik wel blij om. Nogmaals, ik ben aan het zoeken geweest om de stem een beetje vast te houden. En ja, Gumbella die zal gewoon 300 verschillende stemmen krijgen en houden. Maar de andere karakters wil ik hem een beetje een vaste stem geven. Dus. excuse me. Maybe she isn't here. I wonder if she went for a walk in the woods. Out of the question. Madame Flurry? Hello? If you're here, say something! Hallo? Nou, ik vind het dom brutaal om gewoon in één keer een deur open te maken, dus laten we gewoon kloppen. Hallo? Eek! No, out of the question. You mustn't come in here.
Nou, blijkbaar is er iemand thuis. Madam Flurry, are you there? Is that you? What are you doing? Oh, wait a moment. Those darling squishy little footsteps. Is that you, Punio? Oh, it's been an age since I saw you last. You poor dear. Is something you need? Well, the thing is we have a problem that only you can help us with, ma'am. The great Deku Tree's entrance hall is blocked. There's this stupid door we can't seem to open. My puny friends are inside, and they're in a pickle, and Mario needs these crystal stars. It's a train wreck, really. If you can't find a secret entrance for us, we're done. Oh, is that all, dearie? You came all the way here just for that? My adorable little Punio, you know I would do anything in my power to help you. However, lamentably, I'm in a bit of a bind myself. I just cannot come out. Gee, is something wrong? It's somewhat embarrassing, but I never go out without my favorite necklace. I just can't find the blessed thing. I suspect I dropped it on my daily continual. I'd be simply scandalized if anyone saw me without it, so I shan't be going out. I absolutely must have the necklace to highlight my beauty, and that's that. Gee whiz, that must be some nice necklace, huh? Hang on. You know what? It's weird. I just heard someone talking about a necklace. What's that? Do speak up! You, whoever just spoke, do you have some clue as my necklace whereabouts? If you do, you must help me. Please, be a dear, find it and bring it to me. If you could, then I'd be delighted to help my squishy little friend Punio. Don't worry, Madam Flurry. I'm sure Mario can find your necklace. Word is, he's super! Ugh. You can do it, right, Mario? Nah. Huh? Did you just say, nah? What's wrong with you? Let's go find our necklace. Sorry, ik heb man en tijd gekregen en daar hebben ze het over jee of nee. En ik dacht dat nee, yeah betekende of zoiets. Weet ik veel, maar goed. Dus. I'm sorry to trouble you so. Ik bedoel, mijn oude Engels, dat is heel slecht. Ik bedoel, jee of nee en tau en can't en chant en font. Maar goed, we moeten dus en nu komen we dus bij het grootste... Oh. Pardon, I told you, blaming me for losing that sketch and you had it. Silence, you twit! Now it's not the time to hang up in stupid details. We must study the sketch. Girl? Wow! This Mario guy looks so manly. Check out that bushy mustache. How handsome. You know something though, my lovelies? I swear I've seen this gentleman before. Ah! He's Mr. Mustache! Gah! I don't believe this! Vivian, this is, without a doubt, all your fault! I'll be dealing out some strict punishment later, my dearie. Oh yes, I promise you that. What? That's not fair! You're the one who had the... Silence, you squirrel brain! Don't you cop that insolent attitude with me! Oh, this is so not fair! And about that necklace, I was thinking of returning it to you, but no more! And, since you caused this problem, you have to figure out how to find this Mario chump. Go. Yep, hier komen we er al achter dat je moet backtracken helemaal naar hun toe. Dus ik doe dit heel eventjes naar een knipje brengen en ik zie jullie in een seconde. Oké, ik denk dat we op het punt waar we aangekomen zijn. Wat ik heel eventjes wil aanraden is dat je zeker heel eventjes... ik wil er heel even voor zorgen dat ik heel eventjes mijn FP eventjes herstel. Het maakt niet uit aan wie dat je het geeft. FP dat wordt gedeeld door een en dezelfde, dus laten we dit aan Goombella geven. De reden dat ik Goombella al naar voren heb gegooid is, jullie raden het al, wegens de Tattle Ability. Waarom staat er in rondplant? Goed. Als ik me niet vergis, hebben we nu wel alle vijanden neergehaald. En ja, we zijn weer terug. Hallo! Well, if it isn't Mario. Shiny Mustache or no, you can't be too bright if you came looking for us. And you know why? Because we were waiting for you. Oh, that's them. The ones you had the... Wait a minute, what? You've been waiting for Mario? What's that supposed to mean, you weirdo? I have no quarrel with you, but I simply cannot allow you to hunt for the crystal stars. And so, I'll be taking that little map of yours just as soon as I deal with you. Hey, what's your deal?
How do you know about the map and the crystal stars? Have you been talking to Princess Peach or... Wait, what am I saying? The real question is, who the heck are you, freaks? Those who seek names are often disappointed, but if you insist, we'll tell you. We are... The Three... Shadow Beauties! The Three Shadow Beauties? Vivian, you nincompoop! What are you babbling about? It's Shadow Sirens! I don't see three beauties. I see two, but then there's you, and you're plug ugly! Oh, Francis, I'm sorry. It's just you always call us lovely, and... It's just a figure of speech. Oh, if you got some fierce punishment coming your way. Oh, gee whiz. I hate being punished. That's for later, though. First, we have to deal with this Mario and his friends. Let's do it, my lovelies. Or rather, my lovely and ugly Marilyn and Vivian. Juist. The might of the three Shadow Sirens will be more than enough to win the day. Okay. Go. Ik vind het wel grappig eigenlijk hoe dat onze Ga in één keer kon praten. Dat is nieuw. In ieder geval, dit is dus een best wel spannende boss battle. It is unlucky that our sights are set on you. Well, unlucky for you, of course. Marilyn, Vivian, let's show this precisely what we can do. Ga. Yes, sis. En natuurlijk, zoals ik al zei, het is een boss battle, dus kunnen we niet vliegen. Waar we mee willen beginnen is, ja, we zouden kunnen beginnen met een leuke aanval. Maar laten we ze eerst alle drie eens eventjes verzwakken. Dat is een van de beste dingen die we kunnen doen. En de beste manier om dat te doen is natuurlijk met Earthrammer, waardoor dat we al gelijk 6 damage doen aan iedereen. Maak je geen zorgen, met 6 damage zullen we er nog geen 1 neerhalen. Dus we kunnen ze alle drie nog steeds tellen met, een Bella's Tattle Ability. Krijgen we heel eventjes dat spannende geluidje van een balletje dat volgt. Oh, als je hem trouwens mist, dan zal hij wat minder damage doen. Dat is de enige penalty die hij dan krijgt. Yay, voor 6 damage. Oké, laten we maar beginnen met wie wil ik als eerste eigenlijk uitschakelen. Jij bent gevaarlijk, jij bent gevaarlijk. Jij valt op zich best wel mee. En dankjewel voor die powerblock. Zeker op prijs gesteld. Goed, in ieder geval Tattle Ability. Laten we gewoon met de achterste beginnen. Met Beldum. Beldum is de oudste van de drie en is ook de gevaarlijkste. HP is maar 9, dus ze heeft weinig HP vergeleken met anderen. En ze heeft een aanval van 1, maar heeft ook nog eens een keer een Blizzard aanval en die heeft 2. Ze kan ook nog eens een keertje haar allies, oftewel haar vriendjes, groter maken en sterker. Maar kan ook nog eens een keertje teammembers kleiner maken. Dus daar wil je voor uitkijken. Dus die wil je inderdaad wel ontwijken. Ah, you're tougher than I thought, Mr. Moustache. I guess it's my time. It's time to start toying with you, hmm? What are you doing, Vivian? You twit! I'll never forget you if you lose! Ze hebben nog niet eens een beurt gehad. Sorry, sis! Ze hebben nog niet eens een aanvalsbeurt gehad. Oké, nou daar. Timing kan nogal lastig zijn om dit te dodgen, zoals jullie zien. Nou, daar hebben we die Blizzard. Oké, nou gelukkig is niemand frozen. We hebben er eentje in danger status. Maar dat ga ik gewoon negeren voor nu. Ik heb zoiets van, laten we maar eerst even eentje neer gaan halen. Beetje overkill? I like it. Ah, now it's up to you. En zoals je ziet krijgen we daar al 10 sterretjes voor. Oké, we gaan de Tattle Ability gelijk al eventjes gebruiken voor Marilyn, die daarna weer het gevaarlijkste is. Boink. Dus dit is Marilyn en dat is dus ook een Shannon. En dat is de jongere zuster, dus een beetje de middelklasse. Die heeft 12 HP, attack is 2 en defense is 0. En dan kan ook nog eens een keer een charge aanval doen. Dus daar wil je voor uitkijken. Alleen, ze praat niet echt heel erg veel. En die wou ik eigenlijk blokken, maar ik faal. En daar baal ik ook van. Darn. Ja. En nu? Ik denk dat ik eerst heel eventjes de power bounce ga doen op Marilyn. Oké, we zitten goed.
En dat we toch maar heel eventjes een mushroom gaan gebruiken voor Goombella. Oké, dan kunnen we eigenlijk nog één keer de aanval. Gaat ze voor... Ja, ze gaat voor ons beiden. En het is maar goed dat ik die mushroom heb gebruikt. Tot onze HP een beetje aan de lage kant is, dat is op zich moment niet echt een probleem. Laten we maar de Tattle Ability gaan gebruiken. Het is dat ik wil gaan tattelen, anders had ik ze veel sneller neer kunnen halen. Maar waar is daar de lol van in? In ieder geval, dat is Vivian. Vivian is de jongste van allemaal. En ja, die heeft ook op zich niet echt veel HP. Die heeft er maar 10. Aanval is 1. En ja, ze kan ook nog eens een keertje een burn status geven. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Dus en iets met cute en weet ik dan nog meer wat onzin. Goed, we doen nog 1 power bounce. En daarmee... Ah, laten we het stylish doen. Beetje overkill. Maakt niet uit. Oh god, dit is het beste wat je ooit kan krijgen. We krijgen dubbele star points op een boss battle. Wauw. Dit is zeldzaam. Wij krijgen gewoon dubbele star power. En als je dat krijgt op een boss battle, dat is instant level up. Wauw. Just wauw. Nou, zoals ik al eerder heb gezegd, we hebben dus een badge voor HP, we hebben een badge voor FP, dus natuurlijk gaan we weer naar de BP. Nogmaals, BP is eigenlijk een van de beste dingen die je kunt hebben, dus daarom ook niet. En we krijgen dus gewoon, ik weet niet hoeveel startpoints voor gratis. Maybe we're just a touch overconfident. Marlon, Vivian, you lumps, we would have won if you pulled your weight. Both of you prepare for a world-class punishment session when we get home. Ik vind het wel lachen hoe dat eigenlijk Mario zo boos blijft kijken totdat we eigenlijk gaan bewegen. Ik denk dat dit onze thumbnail wordt. Dit hier wordt onze thumbnail. 100%. Goed. In ieder geval, we hebben de necklace terug. That's Flurry's necklace. Yes. Take it to her. Jouw stem verandert 300 keer. In ieder geval, jij bent niet meer nodig. Gaan we... Ik druk weer op het verkeerde knopje. Ik druk weer op het verkeerde knopje. Weet je wat? We gaan gewoon naar party members en huppakee. Ik wil heel eventjes ook bij badges kijken, want we hebben weer 3 badge points, dus waarom ook niet. Is er iets wat ik wil gaan hebben? Nee, die boeien me allemaal niet. Damage, dodge, boeien. Ik denk dat ik nou heel eventjes de FP plus eventjes ga gooien, want we hebben niet echt een badge die we nou nodig hebben. En extra FP is altijd wel handig. Plus, ik wou dat gewoon niet in de levels gaan gooien. Maar goed, we hebben dus de necklace en jullie raden al wat er nu gaat komen. Backtracking, yay. Dus... We moeten weer helemaal terug naar McFlurry's house. Oftewel, ik zie jullie in een seconde. Een van de meest vervelende dingen. Ja, de vijanden blijven respawnen en dat is nogal irritant. Oké, ik krijg er level-ups van, maar... Het is gewoon irritant. Nou, gelukkig kwamen niet zoveel vijanden tegen. En die schaduw daar van Koeps volgens mij, of niet? Of is dat van Pioneer? Ik zou het niet weten, maar we zien de schaduw op de achtergrond. In ieder geval, we zijn er eindelijk en we hebben de ketting. Dus, oh, Madame Flurry. Oh, jongens, trouwens, waarschuwing en alles. Let op. Here we go. Just do it. Necklace. Oh, you delighted fellow. You found my necklace. I'm beside myself, truly. But you still mustn't see me. Please leave the necklace by the door and wait a moment. Oeh, magische krachten. Oh, splendid, splendid. My also ravishing necklace. I was enjoy. Oh god. Dat zijn grote wenkbrauwen. Oh, oh my word. Mario, isn't it? You're my heroic little necklace hunter. Well, my, my, my. Aren't you a fine specimen of a man? Yes, indeed. I simply must thank you for your graciousness. But how to do it? Perhaps if I grabbed you and gave you a little sugar. Here I come, handsome. Time to give you a proper thank you, pucker up! And dankjewel voor die game over animatie. We're done. Oh Mario, you're just the cutest little thing I've ever laid my eyes on. Yes, you are. And that's that. So tell me, how are you truly looking for the crystal stars? The
very same Crystal Star spoken of in all the lowlives in Rogueport? A danger-filled search for beautiful jewels. How absolutely marvelous. And here I was thinking how frightfully bored I was. It's time for a change. And besides, I do declare that plush moustache of yours has completely swooned me. Mijn snor gaat eraf. Nu. Acuut. Enough. Nee. Ik bedoel... Nee. A man as manly as you must attract all sorts of trouble. And I want to keep you safe. So I dare say I'll be joining you on this little adventure. I assume that's fine, Mario. Nee, is niet goed. Nee, ik wil... Geef me de koos. Nee. Reject. Rejection. Oh. Flurry joined your party. Goed. Flurry's abilities. Op het moment dat je Flurry als partner naast je hebt staan, kun je dus op X drukken en dan kun je de blaasaanval van Flurry doen. Dit is nodig voor de quest waar we dus nu op het moment mee bezig zijn. Maar het gaat ook nog eens een keertje handig zijn in iets laters. Dus dan kunnen we heel veel secrets en anders gaan vinden. In battle kan ze nog eens een keer een soort van body slam doen, dat ze dus nog eens een keertje naar beneden valt. En ze kan ook nog eens een keer een aanval doen, waardoor dat ze vijanden gewoon simpel wegblaast. This is wonderful. So it's nice that Flurry likes you, Mario. Really, it's great. Uh-huh. And even more importantly, Flurry's chosen to join us. Let's go to the Great Deku Tree. Great Tree. Seriously, I'm hanging out way too much with you guys. I'm really getting tired. Sing of it! Oké, ik ga het daarbij houden bij deze aflevering. Dus we hebben een party member met enorme grote wenkbrauwen. Om het daar maar even op te gooien. En met dat gezegd hebben, denk ik dat ik het daarbij ga laten. Dus ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering. Heb je een leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar de tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in de volgende aflevering. Waar we dus richting de Great Deku Tree gaan. En hopen dat we dus daar makkelijk dus Green Star te pakken kunnen krijgen. Of dat we de X-Nots neer kunnen mappen. Dat zien we vanavond wel. Dus in ieder geval, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei! Serieus, je hebt echt grote wenkbrauwen.